Tonercartridges vervangen in de HP LaserJet M109-M112 standaard- en E-modellen en HP LaserJet MFP M139-M142 standaard- en e -model printers. Als de tonercartridge leeg of bijna leeg is, moeten de cartridge vervangen door een nieuwe HP cartridge. Volg deze stappen om een lege of bijna lege cartridge te vervangen. Open de toner-toegangsklep en. verwijder dan voorzichtig de oude cartridge door deze langs de rails omhoog te schuiven. Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking. Verwijder vervolgens het oranje klepje van de cartridge. Houd de cartridge vast aan de zijkanten en schommel de cartridge vijf of zes keer heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen. Opgelet! Raak het oppervlak van de afbeeldingsdrum niet aan. Vingerafdrukken kunnen problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. Buig het oranje lipje totdat het loskomt en trek eraan om de beschermfolie van de cartridge te verwijderen. Plaats de cartridge zodanig dat hij is uitgeleind met de geleiders in de printer. Duw hem naar binnen totdat hij stevig op zijn plaats zit, en sluit dan de toner-toegangsklep. Ga naar hp.com//recycle voor meer informatie over hoe u de lege tonercartridge en het verpakkingsmateriaal kunt recyclen. Klik op het tabblad Afspeellijsten in YouTube om HP-video's in andere talen te vinden. Doorzoek ook ons kanaal om officiële HP Support-video's te vinden.